3 kilo kan je wel aankomen. Maar gewoon ook, als je dan gewoon een tattoo laat zetten, dan is dat niet erg dat je net iets dikker bent? Of wel? Oh, een snijdertje. Ja. Ik heb die tattoo gezien. Hè. Ik vind dat, het is wel aandoenlijk. Het is toch leuk voor je. Dus weet je, dat ventje. Ik kan me daar ook nog wel wat bij voorstellen. Weet je, die man, dat ventje is gewoon hartstikke blij met dat meisje. Weet je wel? Je moet je voorstellen dat iedere ochtend als die zijn oogjes open doet, kijkt hij naast hem en denkt hij van, waar heb ik dat aan verdiend? Weet je wel? Ik bedoel, hij is niet voor niks met zijn groot kruis op zijn nek gaan lopen. Hij denkt, dat heeft hij geregeld, weet je wel? Ik bedoel, je gaat je toch afvragen, wie heeft dat geregeld? En toevallig vanochtend had ik het met Michel van Egmond had ik het erover. Die zei maar van, het is wel groot, vind je ook niet? Nee, bedoel, het is niet maar, dat je eromheen kan nee, maar van, nee, maar kijk, maar Van Egmond zei tegen mij, stel je nou voor dat hij er vanaf gaat. Ik zeg, dat is totaal geen probleem. Dan maak je er een stoppelbaard en een bril en heb je Herman Brusselmans. Geen enkel probleem. En hoe ziet het geen er dan enkel uit? Probleem. Kijk maar. Hebben Brusselmans. Ja, kijk zo. Is ook goed. Ja, brilletje erbij. Natuurlijk. En dan niks aan de hand. Ja. Johan? Nee, ik nee, maar daar vraag je ook van familie van Sprundel uit Zevenbergen. Heb je ook een tatoeage van Jolant op je buik laten zetten? Nee, want ik heb daar nooit aan meegedaan. Want als ik dat gedaan had, dan waren de tatoeages uit mijn broekspepen gekomen op het laatst. Ik vind dat een beetje raar, hoor, want ik zie hun nog niet het 25-jarig jubileum vieren. Hè? Oh, je bent nu bevriend met familie Snijders. Jawel, nee, maar goed, maar dat is zo mijn gevoel. En dan denk ik, het zou het toch wel heel vervelend vinden als je de rest van je leven met je ex-vrouw op je buik rondloopt. Hè? Nou ja, goed, Herman Brusselman. Het is ook, je hebt ook iedere keer dat je broek ergens laat zakken wat uit te leggen, hè? Ja. Wat vind jij ervan, Hans? Jij laat nooit je broek ergens zakken. Jawel, maar het is een beetje oneigenlijk gesprek, weet je wel. Nou ja, jij snijdt dit gesprek. Ja, dat is wel waar, inderdaad. Ja. Maar